De stichting Teach Consciously heeft vandaag op de Internationale Dag van de Leraar in samenwerking met Rotary Egg Club of Genesis een project uitgevoerd voor leerkrachten van de basisschool. De Internationale Dag van de Leraar is in het leven geroepen om waardering te tonen voor onderwijsgevenden. Vandana Ramlal, directeur van de stichting Teach Consciously, zegt dat er bij dit project ook begeleiders van peuterscholen en kinderdagverblijven zijn betrokken. En het gaat erom dat we ze vandaag workshops weggeven die ze heel goed kunnen gebruiken het komend schooljaar. Weet je, we hebben 3 workshops. We hebben eerst een plenaire sessie gehad waar ze een boost hebben gehad, een motivational talk over hoe bijzonder ben jij en waar zit jouw rijkdom, zeg maar, als leerkracht. En vervolgens is het dus zo dat ze nu bezig zijn andere workshops te volgen over toetsen in het basisonderwijs. Ja, hoe moet je toetsen? Waar moet je rekening mee houden? Wat zijn de voordelen van bepaalde toetsen? En noem maar op, dat leren ze nu. En aan de andere kant volgen ze de kracht van interactief voorlezen. We moeten wel voorlezen voor kinderen, maar hoe kun je dat zo spannend, zo goed, zo effectief mogelijk doen? Ramlal zegt verder dat leerkrachten een belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van het land. Ze benadrukt dat de motivatie om dit werk te doen van binnen moet komen. Ja, het is een dag speciaal uitgetrokken voor leerkrachten. En het is heel belangrijk omdat het allemaal begint bij de leraar. Hoe mooi is het niet dat je je dag kan vullen met het verrijken van kennis. Met de kennis die je hebt delen met anderen. En anderen gewoon leren hoe het moet. Ik bedoel, stel je nou eens een wereld voor waar je geen mensen om je heen hebt die je de weg kunnen wijzen. Toch? Dus mijn boodschap naar leerkrachten is dan ook, je bent rijk. Je bent powerful. Jij bent in die positie, in die situatie om anderen te verrijken met je kennis. En er gaan heel veel mensen door je handen heen. Dus onderschat die job voor je niet. Zie jezelf als bijzonder en geef alles wat je in je kan op een goede manier. Aldus Wandana Ramlal, directeur van de stichting Teach Consciously. De stichting heeft vandaag in het Lalla Roek gebouw een project uitgevoerd speciaal voor de leerkrachten.